is 14 juli. Ik sta hier op het land, terwijl ik eigenlijk met de ploeg archeologen zou moeten duiken op de Rooswijk. Er zijn wat technische problemen. Het schip wat we gebruiken heeft twee ankerkabels gebroken en die moeten worden vervangen. En dat is ongeveer 1000 meter aan materiaal. Dat gaat een tijdje duren. En het is natuurlijk ontzettend frustrerend voor de archeoloog. We hebben al gezien dat we tijdens het duiken dat we enorm veel verhalen naar boven kunnen brengen. En daar moeten we dus nu eventjes op wachten. We blijven hier tot alles gerepareerd is, want veiligheid staat voor alles. Maar dan komen we terug en dan vertellen we jullie het verhaal van de Rooswijk.